We staan hier vanavond aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Hier heb ik een ontmoeting met een ex-drugsdealer uit Maarsen. En ik ga hem interviewen over hoe het precies was om een drugsdealer te zijn. We zijn nu hier bij jou in Kanaleiland. Yes. Je woonde vroeger in Maarsen. Ja, klopt. En daar ben je ook drugsdealer geweest. Je bent geen drugsdealer meer? Nee, niet meer. Ben ik niet gestopt. En wat was voor jou de reden om te gaan doen? Ik woon dus in Maarsen. En ja, ik heb gewoon VWO gedaan en zo. En uiteindelijk op mijn 18e ben ik naar Amsterdam verhuisd voor mijn studie. Vrienden van mij woonden ook in Amsterdam. Jij bent dat wat je in Amsterdam hebt gekregen in Maarsen gaan dealen? Ja. En wat voor drugs was dat vooral? Het begon eerst met wit. Ja. Wiet en hars voornamelijk. Ik ken een vriend van mij die deelde zelf plantjes. Eigenlijk ben ik samen met hem dit begonnen. En samen hebben we de wit zeg maar gedeeld. Hij deed kweken en ik deed verkopen. En ja, ik ging regelmatig dus terug naar Maarsen. Veel van mijn vrienden woonden daar nog en dat was voornamelijk aan hen. Weet je wel. Ik zei, jongens, ik heb iets wat goed is, weet je wel, en niet te duur. En ja, we verdienden allebei gewoon redelijk aan. Het was niet dat we ineens gouden horloges konden kopen of zo, weet je wel. Dat is gewoon, nee. Ja, je kan een keertje extra uit of zo. Dat soort dingen, weet je. Het, ja. is niet echt dat je er duizenden euro's mee vangt. Nee, dus je was geen hele grote. Nee, het begon echt op een kleinschalige, weet je, op een kleinschalige manier. En uiteindelijk zijn we wel verder gegaan, zeg maar, buiten die hash en die wiet zijn we uiteindelijk in ecstasy gaan handelen en ja, via FNP. Ja, uiteindelijk ben ik verhuisd naar Utrecht omdat ik gestopt ben met mijn studie in Amsterdam. En ja, daar is het eigenlijk ook mee vervlogen, weet je wel. Want ik kwam weinig meer in Maarsen, al mijn vrienden zaten ook weg uit Maarsen. En gebruikte je toen je deelde, gebruikte je toen ook zelf? Ik blode. Wel een paar keer een pilletje gedaan, maar niet extreem. Weet je, we dachten, we gaan gewoon kijken wat we kunnen verkopen en wat we niet verkopen, dat houden we zelf. En uiteindelijk is het daar groter geworden. Heb je nog iets wat je aan de kijkers wil meegeven? Ik zou allereerst sowieso met drugs die niet plantaardig zijn, test alles, kijk waar het vandaan komt. Weet je, ga niet zomaar iets slikken en helemaal niet als mensen het gewoon aan je aanbieden. Dat zijn de dingen die ik in ieder geval mee wil geven, denk ik.